En de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft net als de Anton de Kom Universiteit van Suriname Adecus het proces naar accreditatie ingezet. Dat zegt directeur Armand Snijders. Het voorbereidingswerk is reeds gedaan. Snijders, die per 1 april de scepter van AHKCO heeft overgenomen van Ashok Hirschfeld, zegt dat het instituut aan een aantal voorwaarden van het accreditatiebureau NOVA moet voldoen. Ook wijst Snijders erop dat dit proces veel geld kost. De eerste studierichting die geaccrediteerd wordt is de sociaal-cultureel vormingswerk, daarna de journalistieke opleiding. In elk geval hebben we, beseffen we dus dat we niet alle drie richtingen ineens zullen kunnen doen. Sowieso niet. Net wat ik eerder zei, het is een zeer kostbare investering. Waar we ook wel beseffen dus dat het moet gebeuren. Maar je moet ook wijs zijn. Je moet ook wijs zijn in je aanpak. En wij zijn de mening toegegaan dat we met één beginnen. Die lijn was al uitgezet door de vorige leiding om met sociaal-cultureel vormingswerk te beginnen. Dat gaan we met die dat inzicht blijven we handhaven. Welke van die studierichtingen is het meest aantrekkelijk voor de studenten als je kijkt naar het aantal studenten per studierichting? De meeste. Ik denk dat je bedoelt waar de meeste studenten komen. Of, de meeste studenten schrijven zich in bij sociaal-cultureel vormingswerk. Snijders ziet de AHKCO groeien naar een instituut dat inspeelt op de maatschappelijke en sociale behoeften en de verschillende ontwikkelingen in Suriname. Door de jaren heen hebben wij geprobeerd om zwaar daarmee rekening te houden. En ik denk dus dat de tijd nu wel is aangebroken om meer dan ooit ons daarop te gaan focussen en dan internationaal hoog te gaan kijken. Hoe we Suriname op de kaart gaan plaatsen. Gezien het feit is dat Suriname een qua karaktereigenschap of kenmerk de samenleving van Suriname pluraal is, multi-etnisch, en ook de manier hoe we met elkaar omgaan, moet ik het zo zeggen, hoe wij dus een eenheid vormen in verscheidenheid, zoals een van onze oude politici, bekende politici dat zo zeggen. Eenheid in verscheidenheid. En dat hebben wij door de decennia heen laten zien dat het kan en het maakt andere landen, andere samenlevingen. Alles de directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, Armand Snijders, over de nieuwe ontwikkelingen van de academie.